ja, sinds 1995 wonen wij hier in dit prachtige dorp Bathmen, onder de rook van de klok. En we hebben het altijd heel erg plezierig gehad. Tot 2008 toen kwam een carillon. Ook heel plezierig, helemaal niks mis mee, alleen niet zo vaak per dag. Het ding gaat 4 keer per uur en wij kunnen er heel best mee leven als het iets minder zou kunnen. En ik denk dat de rest van Bathmen daar ook geen problemen mee zou hebben. Ja, we vinden het echt jammer dat er zoveel commotie is ontstaan door 2 mensen die hier in de buurt van deze kerk wonen en die zich storen aan het geluid van het carillon. We hebben in het verleden verschillende gesprekken met ze gehad. En ja, dat is niet tot een oplossing gekomen, want wat zij willen dat is dat er wat minder gespeeld wordt. En terwijl we vanuit de andere hoek van heel veel Batmens horen van, wat ons betreft mocht hij wel meer spelen.